Pizza Kucha, dat is een evenement waarbij Woerdenaren of andere mensen in de regio hun bijzondere verhaal vertellen. De grootste uitdaging voor al die mensen is dat ze moeten werken met een vast format. Dat wil zeggen, ze moeten hun verhaal vertellen aan de hand van 20 dia's die ieder precies 20 seconden duren. En dat is best lastig voor mensen die een groot verhaal willen vertellen. En wanneer is deze avond voor jou geslaagd? Deze avond is voor mij geslaagd als je in de pauze en na afloop geroezemoes hoort. Dat is ook Pizza Kucha. Pizza Kucha is Japans voor geroezemoes. En ik wil mensen overal en nergens in het klooster en daarbuiten horen van wauw, dit is geweldig. Ik ben nu op totaal nieuwe ideeën gekomen, nieuwe verhalen ontdekt. Ik heb ook ontdekt hoe leuk het is als mensen over zichzelf en hun eigen fascinaties kunnen praten. Dat wauw-effect, als ik dat hoor, dan is de avond voor mij geslaagd. Beste mensen, welkom in deze zaal. Theaterzaal Het Klooster in Woerden. Ik heb al gezegd, een van de mooiste theaters van het Groene Hart. Zo niet, het mooiste theater van het Groene Hart. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Vanavond gaan we beginnen met wat ik bij het Cultureel Café noemde. De culturele weide. Ik haalde bij het Cultureel Café aan een krantartikel van de Chinese dagblad Pers uit 2006. Die zei, Pizza Kucha, dat is iets voor culturele grazers. En New York Times zei, dit is de perfecte plek voor mensen met een korte tijdspanne. Die krachtig en kort een verhaal willen vertellen. Nou, grazers, dat hebben we in het Groene Hart ook. En vanavond gaan we daarmee beginnen. Ik heb een hoop vragen gehad over wat is nou Pizza Kucha eigenlijk? Wat betekent het nu? Dat krijg je straks allemaal te horen en te zien. En het is nu aan de deelnemers om zelf hun eigen verhalen en ambities en dromen aan jullie allemaal te vertellen. Laat je lekker inspireren. Ga lekker grazen op die culturele weide. En ik kondig alvast de eerste deelnemer aan. Spanning ten top. Jan Wolsheimer. Graag applaus voor Jan Wolsheimer. Als dominee van een van de kerken van Woerden ben ik ontzettend geïnteresseerd in mensen. Wie zijn mensen? Wat doen mensen? Wat maakt hen hart warm? Boeiende vragen. En toch moet ik ook als dominee constateren dat de kerken de laatste decennia wat leeggelopen zijn. En dat is interessant te noemen. Want hoewel de kerken wat aan het leeglopen zijn, zie ik niet dat mensen minder spiritueel zijn geworden. En misschien moet ik dat begrip spiritualiteit even omschrijven. Als de realiteit de weg van het hoofd is, dan is spiritualiteit de weg van het hart. Nog een keertje. Als de realiteit de weg van het hoofd is, is spiritualiteit de weg van het hart. En ik ken heel veel mensen in mijn buitenkerkelijke netwerk die heel spiritueel zijn. Maar in onze postmoderne cultuur zijn we gewend om onze spiritualiteit als een soort bouwblokken bij elkaar te verzamelen en in elkaar te zetten. Op de een van die maandagen dat ik door Amsterdam liep, kwam ik op de Rozengracht. Moet u eens doen, leuk stukje Amsterdam. En ik kwam deze spectaculaire winkel tegen. De vegetarische slager. Een slagerij voor mensen die geen vlees eten. En toen dacht ik, dit is fascinerend. Ik liep naar binnen en het was precies een slagerij zoals uit mijn jeugd. Je kon er alleen geen vlees kopen. En toen dacht ik, hé, dat is boeiend. Zoiets ga ik ook doen in Woerden. Ik ga een kerk beginnen voor niet-kerkelijke. En dat zie ik dan een beetje voor me als een soort symfonieorkest. Allemaal verschillende lijntjes, spiritualiteit. Mensen die zich met elkaar verbinden, die dus een ander instrument spelen. Maar wel samen iets moois maken. De volgende spreker, Astrid Kusters. Zij heeft al heel veel geschreven. En later opschrijven, heel erg slim, in AD Groene Hart. Zo. Ze heeft één passie, weer totaal iets anders dan wat Jan heeft. Dat is ook leuk van Pizza Kucha, het gaat van links naar rechts. De enige rode draad, zeg ik wel eens, in Pizza Kucha is dat het mensen zijn uit deze regio. En voorzien je eigen andere rode draden maar. Dit is totaal iets anders. Astrid, jij bent helemaal gek van zeewier, vertel. Zeewier, het voedsel van de toekomst. Kun je er iets bij voorstellen? In landen als Japan en Ierland staat het al eeuwen op het menu, maar in Nederland nog vrijwel nergens. En daar komt daar verandering in. En waarom dan? Nou, laten we het even in perspectief stellen. Stel, we zouden allemaal hetzelfde eten als de Amerikanen nu doen.
dan zouden we op dit moment al 5,5 keer de aardbol nodig hebben om iedereen van water, voedsel en energie te voorzien. Gelukkig is het niet zo ver, maar de bevolking groeit wel heel erg snel. Hadden we in 1950 nog 2,5 miljard mensen, we stevenen af op 9 miljard mensen in 2050. Steeds meer mensen die steeds meer eten. Meer vlees, meer vlees. En vlees bijvoorbeeld is eentje wat heel erg op het milieu gevolgen heeft. Als je 1 pond vlees op je bord hebt, dan heb je al 11.000 liter water nodig om zover te komen. En ook steeds meer dieren worden vis gevoerd. Overbevissing tot gevolg. Zo wordt een varken die eet in 1 jaar meer vis dan een haai in zijn hele leven. Dus dat is gigantisch. Dus het is wel handig om wat minder vlees en vis te gaan eten. Maar dat zorgt voor onze eiwitten. Hoe kunnen we dat nou oplossen? Nou, daar komt zeewier om de hoek kijken. Zeewier heeft een heel groot eiwitgehalte en het kan ook nog duurzaam gekweekt worden. Om de hele aarde voor voldoende eiwitten te voorzien, hebben we slechts een oppervlakte nodig van 2 keer Portugal. En aangezien 70% van de aarde uit zee bestaat, zou je zeggen, dat moet lukken. Dankjewel Astrid. Ik zie al een rode draad verschijnen, namelijk eten. Ik zie iets over vegetarische slagers en zeewier ontstaan. Zeewier. Het stapje naar marinier is niet zo groot. De volgende spreker is zo'n marinier. Marco Heijmans. Waar ik ook iets over heb gehoord en heb gelezen, was dat mariniers 350 kilometer straks gaan roeien naar Londen. Waarom doet een normaal mens dat? Ja, in 2015 is het korps 350 jaar oud en dat wordt aan alle kanten gevierd. Wij zijn van plan om dan vanaf Rotterdam naar Vlissingen en dan naar Londen te roeien om geld in te zamelen voor die mensen die in nood zijn gekomen door hun uitzendingen of voor de nabestaanden van hen die ons ontvallen zijn, om daarvoor geld in te zamelen om ze te kunnen steunen. Het korpsforum op het Korps Mariniers, daar wordt wereldpolitiek op bedreven, daar wordt onzin opgeschreven, maar er komen ook heel hartverwarmende posts komen er voorbij. Alle mensen die daarop zitten, die zitten daar ook vooral op om elkaar te helpen. En dat doen ze onder de paraplu van Stichting Dutch Marines. Jan van der Werken heeft daar ook een post op geplaatst. Mijn knieën zijn versleten, ik kan geen marathon meer lopen. Wie wil met mij nog 1 keer vlammen en naar Engeland roeien? Nou, vanuit dat gedeelte kwam Stichting Dutch Marines van, daar maken we een fundraiser van. En er zijn vast wel een aantal mensen die daartoe bereid zijn. Al snel kwamen we toen op een bijeenkomst. Dus dat op het KIM, Koninklijke Instituut Marine. En de Pollux en de Castor werden ons beschikbaar gesteld om daar de eerste meters in te maken. Het resultaat, verkrampte armen, pijn in je handen en een hoop balorigheid. De mannen kwamen weer behoorlijk los. Het netwerken was in volle gang en 200 jaar monarchie, wij mochten de prins aan land roeien. Ondertussen werd er ook een documentaire opgezet, dus werd er een promotiefilm gemaakt. De prins hebben we niet aan land kunnen zetten, maar wel de promotiefilm. In Amsterdam hebben we een halve marathon geroeid en daarbij was ook de burgemeester aanwezig. De vlag waaronder wij varen, de korpskopstukken zijn bij ons ook uitgenodigd geweest, omdat we die betrokken wilden houden. En dat heeft tot goede resultaten geleid, omdat wij daardoor weer veel ondersteuning kregen. Ons netwerk kent geen grenzen, dus binnen de kortste keren zaten wij in de film Michiel de Ruiter als figurant. 24 baksmaten bij onze baksvader Michiel de Ruiter. Hartstikke mooi en vooral interessant om op microniveau invloed te kunnen hebben op die film. Het zijn maar kleine dingen, maar waarschijnlijk zien jullie er niks van terug. Wij wel. Ik vond het bijzonder om na 20 jaar weer deel te nemen aan dit project.
En om dan te kijken wat er met die verbondenheid, kracht en toewijding, hoe ver wij kunnen komen, dat blijkt heel ver te zijn. En ik hoop dat jullie ook iets met dit soort krachten, toewijding en de passie ook iets voor jullie kan betekenen in jullie leven, in de toekomst.